Mijn naam is Jerry de Jong. Ik ben 52 jaar oud en ik kom uit Hilversum, geboren en getogen. En ik onderneem. Wat voor ondernemer ik precies ben. Ik doe van alles. Ik heb ook van alles gedaan. Ik heb een sportschool momenteel en een autopoetsbedrijf. Die heb ik al 32 jaar. En ik doe daar van alles bij altijd. Waarom ik sportschool ben begonnen? Ja, ik zou heel eerlijk zeggen, ik werkte dus al veel in mijn autopoetsbedrijf. Hard. Maar ik boks al vanaf mijn tiende jaren. Dat is een hobby. Ik vind het leuk. Leuk om te boksen. En toen ben ik eigenlijk begonnen met een beetje lesgeven met een vriendje van mij in boksen. En toen zijn we een klein ruimtje gaan huren. 130 vierkante meter met een paar kleedkamertjes erin. Het was toen natuurlijk nog geen sportschool, maar met een bokshokje, zullen we maar zeggen. Zijn we gaan boksen en dat is van 130 vierkante meter in 13 jaar tijd naar 2500 vierkante meter. Met judo, MMA, BJJ, nog veel meer boksen en heel veel fitnessen. Als je het leuk vindt, laat ik even wat van de sportschool zien. En dan wandelen we daarna aan de autopoets, dat zit vlak bij elkaar. Oké, laat ik jullie nu het fitnessgedeelte zien. Dat is de hele bovenverdieping, wel een beetje mijn trots van de sportschool. Heel mooi, topkwaliteit apparatuur en vooral heel veel leuke mensen. We komen nu in het benengedeelte van de fitness. Dit is al, even kijken, 10 jaar oud weer, maar 10 jaar geleden gebouwd. Benentrainen is heel populair, dus daarom heb ik een hele afdeling, een hele verdieping alleen over benentrainen, voorbenentrainen met cardio samen. En aan de andere kant is het opperlichaam, het bovenlichaam. Kan ik je zo ook even laten zien. Super gaaf, heel populair. Wat voor mensen hier trainen, wat voor doel ik heb, dat is wel een goede vraag. Ja. Ik heb heel veel sportieve mensen, mensen die echt graag met mooie kwaliteit apparatuur willen trainen. Daarom komen ze hier, want dat heb je nergens in het gooi. En mijn doel is eigenlijk, en daarom ben ik beneden ook een hele nieuwe fitness aan het bouwen met allemaal andere normale apparatuur. Mijn doel is eigenlijk iedereen aan sporten te krijgen, want het is zo belangrijk. Elke gradatie in het leven, elke beroepskeuze, wat je ook doet, en mensen jong en oud, sporten is essentieel om gezond, vrolijk, fris, oud te worden. En dat soort mensen, alle mensen wil ik hier zien te krijgen om te sporten. Dat gaat maar lukken. We hebben nu 2200 leden. Ik wil dat naar 3000, 4000 is de bedoeling. En het idee is een beetje het gevoel, zoals hier bij die foto wilde ik graag laten zien. Waarin met 68 mensen zijn we naar een Vikingrun gegaan. Bus gehuurd met z'n allen erheen. Daarna biertjes drinken terug. Eén groot feest. Super gezellig. En dat is een beetje dat familiegevoel wat ik hier graag wil creëren. Wat is autopoetsen precies? Ja, kijk, de naam zegt het al. Wij poetsen auto's. Wij poetsen kleine auto's, grote auto's, middelauto's, lange auto's, dure auto's, hele goedkope auto's, maar ook hele dure auto's. En we hebben kleine wandelingen, middenwandelingen, hele grote wandelingen en superwandelingen. Keramische coating heet dat. Het mooiste van het mooiste. Dus vroeger deden we vooral gewoon zeg maar alles. Tegenwoordig specialiseren we ons graag in het mooie werk. Dit is een sportschool. Gewoon kwaliteit, mooi, tijd erin steken en genieten gewoon van wat je doet. Hoe ziet mijn dag eruit? Nou goed, dat ga ik je heel eerlijk vertellen. Ik sta op, echt belachelijk vroeg, 3 uur sta ik op, standaard, doe ik altijd. Dan ga ik koffie drinken, geef het katje eten en dan ga ik naar mijn poetsplek toe. Ben ik rond 4 uur bij mijn poetsplek. Koffie is al gezet, dus ik kan gelijk gaan. En dan ben ik, zeg maar, van 4 tot 7 zijn mijn mooiste uren van de dag. Ik noem dat altijd mijn zenuren. Want er is er niemand, iedereen slaapt en dan kan ik gewoon lekker gas geven. Ben ik helemaal gelukkig. En dan om 7 komen de eerste mensen de straat in. Ja. En dan begint het normale leven, de normale dag. Dus dat zijn mijn beste uren. Dan ga ik door met poetsen tot tussen 2 en 4 elke dag. Dus ik draai zo'n 12, 13 uur per dag gemiddeld. En dan ga ik naar de sportschool. Dan ga ik daar de rest van de dag uitzitten. Het is vooral gezellig hoor, de sportschool. Dat is niet echt werk. Ik noem het geen werk. Dat is vooral leuk. Ben ik trots op mijn ondernemingsleven? Ja, natuurlijk ben ik er trots op. Ik strijd mijn leven lang al voor mijn eigen onderneming, om het letterlijk te zeggen. En met succes. En dat komt als je maar genoeg inzet, genoeg wil toont, genoeg werk ervoor, dan slaagt het. En zo gaat het. En ik ben er heel trots op, absoluut. Of ik ergens spijt van heb, of ik iets zou willen veranderen? Nou, eerlijk, ik zou eigenlijk moeten zeggen nu ja, misschien had ik wat meer moeten sparen. Wat verstandiger moeten zijn. Maar ik heb de wereld gezien, ik heb mijn kinderen de wereld laten zien, ik heb mijn helemaal de ballen gewerkt. Ik ben zo blij als een klein kind. Nee, ik heb geen spijt van helemaal niks. Top leven zo.